Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer, op deze lectie divina van dinsdag van de 23e week van tijd door het jaar. En vandaag artikel 291 van de liefregel van de gemeenschap Zaden van het Woord. Ga en ontmoet je broeder alleen. Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wees hem dan onder wie ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt hij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Het eerste stadium, erkenning van een zonde en misschien een zonde die niet voor de eerste keer begaan is. Ik ga naar mijn broeder om hem alleen te spreken. Wij zullen in de komende dagen de andere stadium bespreken. Maar het eerste stadium van de broederlijke correctie is persoonlijk jouw broeder of jouw zus in de gemeenschap te ontmoeten en met haar of hem te spreken. Hoe? Met woorden van begrip. Wij zullen niet met woorden van oordeel de anderen corrigeren, maar wij zullen ook luisteren. Wat is jouw moeilijkheid? Waarom heb jij dat gedaan? Hebt u een probleem? Is iets gebeurd? Jij bent vandaag ongerust. Je bent vandaag kwaad of boos, maar wat is het probleem? Ja. En natuurlijk, dat is niet om de zonde of de fouten te verzachtigen, maar ook om de context te begrijpen. En daarna ga je ook zeggen, ja, maar zelf zo heb je geen reden om hard te spreken tegen de andere, tegen jouw zus of jouw broeder. Zelf zo heb jij geen reden om zoiets te doen. Dat mag niet, dat kan niet. En als uw broeder of zuster naar u heeft geluisterd, dan heb jij jouw broer en zus overwonnen. Maar als hij of ze wilt niet naar u luisteren, dan probeer met een andere persoon, nog één of twee van de gemeenschap, om te zeggen, ja, kijk, je hebt niet geluisterd, maar samen als gemeenschap denken wij dat wat je hebt gedaan niet goed is. En de persoon gaat zien, ah, is niet een kwestie van één persoon die niet naar mij graag zit en daarom spreekt ze hij zo, maar ja, de gemeenschap heeft gezien. En de gemeenschap wil mij helpen. En daarna, als de persoon niet wil luisteren, ja, dan sorry. Dan kunnen wij niks meer doen. We hebben geprobeerd. 1, 2, 3 keer. Dan laten wij dat de persoon door zichzelf bewust worden. En dat is moeilijk, maar dat is wel noodzakelijk. Noodzakelijk, vooral op een leven in gemeenschap. Het is heel noodzakelijk, maar ook binnen een gezin, binnen een school, binnen een parochie, een gebedsgroep of een andere beweging. Broederlijk correctie brengt broederlijk liefde, ware broederlijk liefde. Niet een liefde van een club, van iets intieme. Ja, van iets roze. Alles is goed. Alles is goed. Nee.
Zo kunnen we niet elkaar helpen om heiliger te worden. We zijn mensen, we zullen fouten maken, natuurlijk, het is zo. Maar we kunnen wel groeien met onze fouten. Wel, we kunnen heel veel groeien met onze fouten. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, blijkbaar zijn er onder u die al zij een kwestie hebben met hun naaste, hun recht gaan zoeken bij de ongerechtigen en niet bij de heiligen. Weet hij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zou hij dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet hij niet dat wij over engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Voor dit soort schillen moest hij hen die in de gemeente niet in tel zijn, zitting laten houden. Dit zeg ik om u te beschamen. Er is onder u toch wel een verstandig man die tussen broeders uitspraken kan doen? In plaats daarvan procedeert de ene broeder tegen de andere, en dat nog wel tegen overstaan van de ongelovigen. Dat hij tegen elkaar processen voert, is wel treurig genoeg. Waarom leidt hij niet liever onrecht? Waarom laat hij u niet benadelen? Maar hij pleegt zelf onrecht. Zelf berokkent hij schande, en nog wel aan broeders. Weet hij niet dat zij die onrecht plegen, het koninkrijk God niet zullen erven? Maak u zelf niets wees. Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenzenders, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraards, oplichters, zij zullen het koninkrijk God niet erven. En sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar nu hebt hij uw rein gewassen. Hij zijt geheiligd, hij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Woord van de Heer, wij danken God. Het is een strafwoord van Paulus tot de christenen van Korinthe. Paulus probeert in elke hoofdstuk de Korinthers te leren leven, maar met een leven van heiligheid. In het begin van deze passage van vandaag klaagt Paulus over deze handeling van de christenen van Korinthe. Zij hebben kwesties, processen met elkaar, maar in plaats van met elkaar te oplossen, zullen zij over elkaar bespreken met de mensen die niet behoren aan de christengemeente. Zij gaan met de heidenen, zij gaan met andere mensen over de broeders en de zusters klagen. En daarna had Paulus zegt dat zij tegen elkaar processen voert is al treurig genoeg. Dat zij al onder elkaar ruzie maken is al treurig genoeg. Maar dat zij niet kunnen verzoening zoeken, waarheid en met vrije woorden elkaar ontmoeten en een oplossing te vinden, vergeving vragen, dat is dan extra treurig. En daarna, Paulus zegt,
Ja, ieder van jullie. Ieder van jullie. Jullie waren afgoden, dienaars, echtbrekers. Jullie waren dieven, dronkaard. Vele van jullie waren zondige mensen. Maar iedereen is geheiligd door de naam van onze Heer Jezus Christus. En daarom zullen wij meer begrip hebben voor elkaar. We weten, ieder van ons heeft een verleden. Maar God heeft ons geheiligd, ons gerechtvaardigd door zijn Zoon Jezus Christus. En wij kunnen een ander leven leven. Wij kunnen andere beslissingen nemen. En zo kunnen wij ook verzoening zoeken onder elkaar. In plaats van roddelen, van spreken, van... Het brengt geen vrede, geen heiligheid. Het brengt geen liefde. Ja, Paulus heeft een grote taak met de christenen van Korinthe. Maar de christenen van Korinthe zijn ook wij. Wij hebben ook heel veel moeite om elkaar te ontmoeten. Vergeving vragen, verzoening zoeken. Is gemakkelijk over die zuster of die broeder te spreken dan in de waarheid te komen. Want als wij de anderen ontmoeten, dan ontmoeten wij ook wij zelf en ook onze fouten. Bem in ruzie is nooit alleen een persoon die gelijk heeft. Is altijd fouten van alle kanten, allebei kanten. Maar we willen onze fouten niet erkennen. We willen niet zien. Maar wel de fouten van de anderen opnoemen. Maar dat is niet een houding van christenen. Elkaar ontmoeten, vrede zoeken, verzoening zoeken. Psalm 149. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken, temieder der zenen. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sion's zonen zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem harp en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint. Omkrans de verdrukte met zegenkransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf. Wicht feest in uw lege plaatsen. Haat met het licht van God in uw mond. En taak de zijn vrome tot eer strikt. Uit het heilige evangelie volgens Lucas. In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden. En bracht daar de nacht door in gebed tot God. Bij het aanbreken van de dag riep hij zijn leerlingen bij zich en koos er 12 uit, aan wie hij tevens de naam van apostel gaf, Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broeder Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Mateus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, met de bijnaam Everaar, Judas, de broeder van Jacobus, en Judas Iscariot, die een verrader werd. Samen met hen daalde hij af, maar hij bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijk groepen van zijn leerlingen en in een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustenland Tyrus en Sidon. Zij waren gekomen om hem te horen en om van hun kwalen genezen te worden. En die gekweld werden door onreine geesten, wonden genezen.
heel die menigte deed pogingen om hem aan te raken, want er hing van hem een kracht uit die allen genas. Woord van de Heer, wij danken God. Jezus heeft zijn apostelen gekozen na een nacht van gebed. De oorzaak van onze verkiezing en van de voorkeur van Jezus over ons als godgeweide, als priesters, als leken geëngageerd, als mensen die honkeren, die doen in vrijwilligerswerk. De oorzaak is het gebed, is de wil van de Vader. Jezus heeft niet zijn apostel gekozen omdat hij heeft die talent, heel goed. En hij heeft die, heel goed. En de ander, spreekt wel mooi. Ja, de ander is intelligent. De ander is bekwaam. Hij heeft niet zijn vrienden, zijn apostelen zo gekozen. Naar hun talenten. Maar door de wil van God. En het is een mysterie. Waarom ik? En niet de andere meisjes van mijn gebedsgroep? Waarom ik? En niet andere leden van mijn familie? Waarom ik? En niet zij of zij? Het is een mysterie. Onze roeping is een mysterie. En deze leven met Jezus is een leven ook van genezing. En de genezing begint met luisteren. De menigte kwam naar hem toe om zijn onderrichtingen te luisteren. Zijn woorden te luisteren. Vers 18. Ze waren gekomen om hem te horen. Om hem te horen. En de genezing begint zo. De geestelijke genezing en ook lichamelijke genezing begint met deze gebaar, deze beslissing om te horen. Het woord van God te horen. En het woord van God brengt genezing. Brengt genezing. En ik kan u verzekeren dat het woord van God brengt genezing. Geestelijk, maar ook lichamelijk. Onze gevoelens, psychische genezing, zelfs psychiatrische genezing. Het woord van God brengt altijd leven, woorden van leven, van moed, van vrede, van verzoening, van vergeving. En dat is beter dan alle therapieën. Genezing, geestelijk genezing, ook lichamelijk genezing. Maar de eerste daad en de eerste beslissing is horen. Horen. Luisteren. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.